Hallo allemaal, deze keer weer een aflevering van Dorpse Dingen. En deze keer zijn we in Prinsenbeek, beter bekend als De Beek. Een dorp vol met activiteiten. En deze keer gaan we kijken bij Beek Live. Een nieuw evenement en wij zijn heel nieuwsgierig. Ga je mee? Boy, you made a mess for sure. Waarom Beek Live? Waarom? Wij zijn een jaartje geleden begonnen met de voorbereiding. En het idee eigenlijk was van voor eigen werkbands. Wij hebben hier vanavond allemaal bands die voornamelijk eigen werk hebben. Die hebben steeds minder ruimte om hun kwaliteiten te laten zien. En ja, wij wilden daar als stichting op inspringen. En ja, vandaar dit festival. En vanwaar de vraag? Zit jij zelf in de muziek of ben jij bekend met mensen die heel graag willen spelen, maar die daar niet aan toe komen? Nou, ik zit zelf niet in de muziek, ben wel een grote liefhebber. Maar binnen onze organisatie van het festival zitten wel een aantal mensen in bandjes die echt in de muziek zitten. En ja, daar is dat idee ook uit ontstaan. Wij staan hier nou ook in een grote sporthal. Ja. Waarom de keuze voor een grote sporthal en niet voor een kleiner café? Ja, nou in eerste instantie omdat we hier gewoon veel ruimte hebben. En ja, we wilden ook wat aan het eind van het jaar. Dus ja, je moet al gauw binnen. En het idee is ook vanuit Stichting De Drie Linden ontstaan. De stichting die hier het gebouw beheert. Dus ja, dan is het ook een logische keuze om hier naartoe te gaan. Ik kan me eigenlijk voorstellen dat als je zoveel ruimte hebt, dat je meer dan één podium hebt. Ja, klopt. We hebben er drie. Hier achter ons twee. En in de grote hal ook nog één. Come on, let's get together. No one needs to know. Come on, a march is forever. But this is so, let's roll, let's go. Let's leave together. Ik heb jou net zien optreden. Dat klonk heel mooi. Dankjewel. Nou heb ik begrepen dat als je hier optreedt, dat je dan zelf je eigen nummers schrijft. Ja, klopt. Ze waren allemaal zelf geschreven. Dus. Zo, knap. Hoe ben je erachter gekomen dat je dat kunt? Ik moest voor de groep 8 musical. Werd ik gevraagd of ik een eigen liedje wilde schrijven. En ik dacht, nou, dat lijkt me niet. Maar het was er gelukt. En ja, zo is het begonnen. En op een gegeven moment toch maar overgestapt op Engels, omdat dat beter klinkt, vind ik. En ja, zo is het gekomen. Knap hoor. Aan de andere kant, de gitarist. En jij mocht mee vanavond, of jij bent de vaste begeleider? Nou, ik ben inmiddels wel een beetje vaste begeleider volgens mij, want we hebben al vaker opgetreden. En ja, ik mocht mee, dus dat is leuk. Twee lieftallige bezoekers van De Beek Live. Wat vind je er tot zover van? Ik vind het gezellig. En jij? Ik ben net binnen, dus ik weet het nog niet. Maar het ziet er wel gezellig uit. Waar kom je voor? Ja, ik kom eigenlijk gewoon een beetje kijken hoe het is en de sfeer. Het is altijd meestal wel leuk in Prinsenbeek. Dus, Jullie komen ook uit Prinsenbeek? Nee, we komen hier wel uit Haagse Beemden. Maar over een paar weken zijn we toch weer hier voor carnaval, 11 van de 11e. En jullie komen nu ook niet voor een speciale band, maar gewoon voor de gezelligheid? Ja, gewoon puur voor de gezelligheid. Kijk wat de leuke mensen zijn. Vrienden van mij zijn er ook, dus. Waarom De Beek Live? Nou ja, ik had het nog niet eerder van gehoord. Dat is waarschijnlijk ook de eerste keer dat ik het hoort, of niet? Of is het toch vaker gedaan? Jij komt van De Beek? Ja, ja, ik kom van De Beek, ja. Nieuw, zijn er bekende bands voor je bij? Nee, maar we staan ook nog maar net binnen, dus ik heb nog niet zo heel veel gezien. Komt puur voor de gezelligheid? Ja, voor de gezelligheid, ja. Lekker, hè? Mind to rest and leave the rest of the world far outside.
Ook jij schrijft je nummers zelf? Ja, dat klopt. Ja. Zing je ook covers? Vandaag niet, maar meestal als ik wat langere optredens heb, ja, dan moet ik wel, want ik heb nog niet zo heel veel materiaal. Maar ik bluff me er altijd wel doorheen. Ik heb begrepen dat bij Big Live je vooral je eigen nummers moet zingen. Noem eens een titel van een nummer wat jij zegt, die moet je zeker horen. Van mijzelf? Ja, tuurlijk. Oh, Home dan. Home. En waar gaat Home over? Home gaat eigenlijk over hoe een situatie kan veranderen op het moment dat er iemand uit je leven wegvalt. Het is heel gezellig. Nee. En dan spreek je uit ervaring? Nee, dit nummer heb ik niet. Eigenlijk totaal niet uit eigen ervaring geschreven. Puur geïnspireerd door nummers van andere mensen. Ik kwam terug van het concert. Ik voelde me helemaal rot, want ik was de mooiste dag van mijn leven. En toen was dat voorbij natuurlijk. Dus toen had ik dat nummer geschreven. Naast mij nog een organisator. Een organisatrice, zoals we dat zo mooi noemen. En jouw taak hier is? Ik ben de presentatrice van vanavond. Samen met nog een collega. Ik doe het samen met iemand anders. Met Ger. En ja, dat is heel leuk om te doen. Spannend. Eerste editie. Dus ik moet even afwachten wat het allemaal gaat worden. Hoe kom je hier verzeld? Ik ben door mijn oude buurjongen gevraagd. En die wist dat ik verstand had van muziek. Ik ben zelf muzikant, docent, zang. En die dacht van nou, die gaan we erbij vragen. Want die heeft een beetje verstand van muziek. Die kan misschien ons helpen met het selecteren van bandjes, singer-songwriters. Of dat het een beetje goed genoeg was, zeg maar. Dus dat vond ik heel leuk. Maar het was voor mij wel een verrassing dat ik ook gelijk gevraagd werd om te presenteren. We will find our way to make a stay for this nonsense from old airplane. We will find our way to make a stay. Nou, wij zijn een band uit Breda en we maken alternatieve muziek. Een beetje donkere rock kun je het een beetje noemen. Dat, eigen werk allemaal. Jullie schrijven dus ook, net als iedereen hier, alle nummers zelf? Ja, eigenlijk wel. We doen af en toe wel een cover omdat we dat leuk vinden, maar dan passen we het wel aan. En voor de rest schrijven we eigenlijk allemaal eigen nummers. Een eigen nummer schrijven, dat begint met tekst? Nee, bij ons niet. Meestal gaat het bij ons meer dat wij kijken van hoe het klinkt. Een beetje soundscape noemen we dat. Dat je bedenkt van welk ritme doen we, welk soort gitaarspel. En daarna eigenlijk pas echt aan het einde gaat vaak mijn broer of ik of iemand gaat dan een tekst schrijven. Passend in die soundscape die we hebben gemaakt. Dit was Beek Live. Een prachtig evenement. Muzikaal, druk, alle genres aanwezig. Ik vind het eigenlijk zo leuk. Ik ga gewoon nog even terug naar binnen. Maar wat ons betreft, tot de volgende keer.